camera op maat aangezet. Ja, heren, nogmaals welkom. Mijn excuses, er is net iets fout gegaan bij het filmen. Martijn die moest een bus hebben en die kan er helaas niet bij zijn deze keer. Dus ik doe de presentatie nogmaals even een keer in mijn eentje. Ja, mijn excuses nogmaals. Dan gaan we van start. Ja, we hebben hier rondgelopen in de afgelopen periode en we hebben onderzoek gedaan in preventieorganisatiediagnose. En we zijn hier vandaag om jullie onze bevindingen te presenteren. We hebben onder andere onderzoek gedaan naar het bestaansrecht van de vereniging. En wat defineert nou het bestaansrecht? Het bestaansrecht dat wordt gedefinieerd door voldoende leden, voldoende beschikbare financiën en de vrijwilligers. Die drie factoren maken of kraken of een vereniging bestaansrecht heeft. Dan gaan we even een kijkje nemen bij de leden, het ledenaantal. Nou, hier is te zien wat er met jullie leden gebeurd is in de afgelopen 5 jaar. Dus een hele mooie stijging. Een stijging van 80 leden in de afgelopen 5 jaar, dat is heel netjes. Laten we hopen dat deze stijgende lijn zich voortzet. En dan zou het er heel rooskleurig uitzien voor jullie. Dan de financiën. Ik heb hier even ter ondersteuning de balans van het jaar 2013 voor jullie. Ja, bedankt. Kijk eens. Dankjewel. En dan wou ik het even hebben over de liquiditeit en de solvabiliteit van de vereniging. Wat zegt de liquiditeit? De liquiditeit zegt iets over of de vereniging op korte termijn zijn of haar schulden kan betalen. Hoe wordt die berekend? Die wordt berekend door de vlottende activa te delen door het verenigingsvermogen. Dan moet daar een waarde uitkomen tussen de 1,1 en de 1,5. En hoger is zelfs nog beter. Nou, bij jullie was dat dus 7.785,16 euro delen door 1.734,38 euro. Dan kom je uit op een waarde van 4,49. Hartstikke goed. Ver boven die 1,5. Dus dat zit helemaal goed. Dan gaan we door naar de solvabiliteit. De solvabiliteit, dat zegt iets of de vereniging op lange termijn zijn of haar schulden kan betalen. En die wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het betaalvermogen. En dan moet een waarde uitkomen tussen de 0,2 en de 0,5. En ook hier hoger is beter. Nou, dat was bij jullie 115.393,98 euro delen door 270.172 euro. Dan kom je uit op een waarde van 0,51. Dus ook de solvabiliteit zit goed. Verder jullie hadden een winst van bijna iets meer dan 8000 euro op de begroting staan. Nou, dat is helemaal perfect. Dus ook de financiën zijn ruim op orde bij jullie. Komen we bij het derde en het laatste puntje, de vrijwilligers. Vrijwilligers, jullie commissies die zijn altijd bezet, die zijn zelfs gewild. Die zijn er, die lopen er altijd rond. Dat is geen enkel probleem. Dus ook op het punt vrijwilligers hebben jullie bestaansrecht. En dat wil zeggen dat jullie op alle drie de punten echt ruim voldoende zelfs goed scoren. Dus jullie vereniging heeft op basis daarvan ook bestaansrecht. En dit zijn drie punten waar veel verenigingen tegenwoordig wel tegenaan lopen. Er zijn altijd wel problemen met vrijwilligers, het vinden van vrijwilligers, het behouden van vrijwilligers. Financiën zijn natuurlijk in deze tijden zijn altijd lastig en ook de ledenaantal, dat schommelt nog wel. En hartstikke goed dat het bij jullie dus gewoon op orde is. Dan gaan we door naar onze adviezen. Omdat het bij jullie dus zo goed liep, was het ook best wel moeilijk om echt met concrete adviezen te komen. We hebben ons best gedaan en we zijn alsnog met twee puntjes die we hebben kunnen vinden. Dat zijn twee puntjes die we jullie al een keer de revue gepasseerd hebben. Maar we willen die graag toch een keer terugbrengen en daar een nieuw licht op schijnen. De eerste was het digitaliseren van de oude schoen. En de tweede is forward TV. Dan gaan we beginnen met het digitaliseren van de oude schoen. Nou, zoals jullie weten is dat in de ALV, twee ALV's geleden volgens mij is dat besproken. Dat is toen afgekeurd omdat de leden gezegd hebben van nee, we willen toch dat ding echt op papier hebben, daar hechten we veel meer waarde aan en daar willen we ook over betalen. Mm-hmm. Alleen toen raakte ik in gesprek met enkele oud-leden en die lieten weten dat die geen oude schoen ontvangen en dat vonden ze eigenlijk wel heel erg jammer. En nu is het natuurlijk
mooi, dat digitaliseren, dat kost niks. Dus het is een hele mooie manier om die outleden alsnog gratis te bereiken. We hebben daar twee opties voor uitgedacht. De eerste optie is om de oude schoenen te uploaden naar een dienst als ISU. Dat is een online PDF-viewer. En dan komt het ongeveer zo uit te zien. Het is echt net een boekje. Het ziet er ook best wel heel professioneel uit. En de tweede optie zou zijn om het PDF om te zetten naar een online HTML-format. Waardoor je clubblad, zeg maar, direct in de mail te lezen is. En het voordeel hiervan is dat het gewoon minder klikken is. Het staat in één keer in de mail. Je krijgt een mailtje, opent je mailtje en je ziet daar meteen het clubblad. Dus het is aan jullie om te kijken waar jullie het meest aan hebben en wat het beste uitkomt. Dan gaan we door naar het tweede punt, Forward TV. Die is ook, we zijn nu mee begonnen. Is helaas niet helemaal van de grond gekomen. Dat er gewoon heel veel manuren in gingen zitten. Nou, dat klopt ook wel. Maar we zijn van mening dat het toch heel veel bij kan dragen aan Forward. Mede omdat het heel veel onderlinge binding creëert. Het is toch echt ook een stukje beleving dat het creëert. Iedere maand komt er een filmpje. Het is iets waar leden naar uit kunnen kijken. Het daagt leden uit om actief te participeren binnen de vereniging. En daarnaast straalt het ook heel veel professionaliteit uit. Want het is toch wel iedere maand even een filmpje dat ze ook naar andere vereniging toe kijken. Wij zijn Forward, wij hebben iedere maand dit. Dat is een mooie gadget, is dat. Nou, wat kost het? We hebben even een beetje zitten kijken, zitten rekenen. En je komt ongeveer uit op €50 per filmpje, mits je zelf de beelden levert. Wat zou het dan kosten voor een seizoen? Als je een seizoen hebt van september tot juni en iedere maand een filmpje uitbrengt, dan kom je uit op €500. Klinkt misschien als veel, maar je krijgt er ook een hoop voor terug. En gezien jullie financiële situatie is het ook iets wat jullie eigenlijk makkelijk zouden kunnen hebben. Kunnen leiden, sorry. Verder hebben we nog een aantal ideeën die wij bedacht hebben die je zou kunnen verwerken in Forward TV. Naast natuurlijk wedstrijdverslagen zou je ook leden kunnen interviewen. Je zou leden die iets uitzonderlijks voor de vereniging doen, zou je zo in de spotlight kunnen zetten. En als laatste, het is natuurlijk ook een heel mooi, een mooie locker voor sponsoren. Want je hebt een filmpje, daar kijk je iedere maand, kijken daar zeg 1000 man naar. En dat betekent dus toch dat je je dienst wordt gezien. En zo kan je heel gericht op zoek naar sponsoren. En wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen is een rubriek creëren binnen je filmpje langs bij de sponsor, iets in die richting. Waar je langs gaat bij de sponsor en laat zien wat de sponsor nou eigenlijk doet. En op die manier creëer je dus een hele persoonlijke binding tussen vereniging en sponsor. En dat is natuurlijk iets hartstikke moois om te hebben en ook om sponsoren mee te zoeken in het vervolg. Dat was het van onze kant. Ik hoop dat jullie iets aan deze adviezen hebben. Ik wil jullie graag bedanken voor de tijd die we door hebben mogen brengen op Forward. Het is een hartstikke gast weer aan het vangen. We hebben het hartstikke naar zin gehad. En ja, bedankt jongens. Ja, jij ook. Ja, bedankt. Yes. Duidelijk.